Op 4 mei werden in Tiel de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. De herdenking begon om 6:45 met een samenzijn in de Sint Maartenskerk. Het madrigaalkoor, het Tiels mannenkoor en leerlingen van basisschool De Bataaf en de Rijksscholengemeenschap Lingencollege verleenden hieraan hun medewerking. Na het samenzijn in de kerk startte de stille tocht vanaf de kerk naar de Fusilladeplaats bij de coupure aan de Waalkade en het Joods monument. De stille tocht eindigde bij het oorlogsmonument bij de Sint Maartenskerk, waar 2 minuten stilte in acht werd genomen. Hierna hield burgemeester Hans Beenakker een korte toespraak. De Valley van Victory is een beroemd symbool van de overwinning op Nazi-Duitsland geworden. En de V staat voor mij ook voor vrijheid, verbinding en verantwoordelijkheid. Die wat mij betreft leidende principes in ons handelen zouden moeten zijn. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Daar vecht je voor, dat geef je door. Verbinding staat voor samenleven en respect voor andere opvattingen. De grote staatsman Churchill zei al dat het moed vergt om op te staan en je mening te geven. Maar evenzeer vraagt het moed om stil te zitten en te luisteren. Verantwoordelijkheid nemen is nodig om jezelf te ontplooien en om anderen de kans te geven zich te ontwikkelen. Het is belangrijk dat we hier elk jaar in stilte rondgaan en 2 minuten stilstaan. Maar het is niet voldoende. Vrijheid, verbinding en verantwoordelijkheid vragen ook in 2016 om moed en doorzettingsvermogen. We kennen in Tiel vele voorbeelden van moedige stadsgenoten, Tielenaren die zich destijds niet neerlegden bij een opgedrongen zwarte werkelijkheid. Zij dienen ons als voorbeeld. Oh.